What's going on everyone, welcome back to the world of gaming en welkom bij een speciale Nederlandstalige video voor vandaag. Goed, en in deze video gaan we terug in de tijd naar de goede oude periode van, het begin van de gaming industrie. En dan heb ik het niet over Pong of Sonic of wat dan ook. Nee, ik heb het over verder. Pak ongeveer eind jaren 90. Toen had je een onder jullie waarschijnlijk wel eerder bekend bedrijf, Humongous Entertainment. En Humongous Entertainment was een Amerikaans bedrijf en heeft veel kinderspellen gemaakt die dan door Transposia, ik heb geen idee of dat Belgisch of Nederlands is, maar goed, werd dus gewoon vertaald in het Nederlands. Nu, Humongous Entertainment is op de fles gegaan en is overgenomen door Atari. Maar in feite bestaat het niet meer, dus Atari heeft nog altijd de rechten op Pajama Sam en Spy Fox en zo. En is eigenlijk nog altijd spellen aan het maken. Allee, wel, er is al een Spy Fox 3 en een Pajama Sam 4. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben. Waar we het wel gaan over hebben is voor de mensen die dat willen nog eens hun kindertijd beleven, is hoe je deze Freddy Fish, Pajama Sam, Spy Fox enzovoort spellen allemaal downloadt en installeert. Ik heb het al gedaan, want ik vond dat zo leuk vroeger om dat te spelen. Dat was super tof, echt waar. Zo'n games zoals die maken ze niet meer. En dat is eigenlijk echt wel spijtig, want nu zijn het allemaal games op in een iPad en in een Samsung tablet en wie tik van allemaal. Maar dat vond ik toch echt nog, dat was eigenlijk echt altijd wel plezant. Al was het dan nog heel in het begin van de gaming-industrie. Goed, nu misschien kun je het zien hier en hoogstwaarschijnlijk hierboven op het scherm. Maar ik gebruik dus Bandicam, omdat Fraps, je kunt wel op je bureaublad opnemen, maar je moet dan een of andere Windows-update verwijderen en zo. Dus ik heb gewoon het zekere voor het onzekere genomen en Bandicam genomen. Nu, het is een ongeregistreerde versie, dat betekent dat ik maar 10 minuten per bestand kan opnemen. Dus soms kan het zijn dat je in de video een rare knip ziet. Dat betekent omdat ik dus een nieuw bestand heb moeten maken om dus ervoor te zorgen dat alles in één mooi geheel komt. Oké, dus we gaan eraan beginnen. Hè. Dus je hebt eigenlijk twee programma's nodig. Dit zijn uTorrent en DemonTools Lite. uTorrent is misschien wel heel bekend onder jullie. Het is een zeer veel gebruikt programma om de torrent files te openen. En ook, hoe download je die? Heel simpel. Je gaat naar Google. Je typt in uTorrent. Voilà. Download. Excuseer, ik heb een kleine verkoudheid. Dus hier, uTorrent Stable, nu downloaden, niet de beta downloaden, wat zeg maar je dat niet. Nu downloaden, installatie uitvoeren en alles is oké. En dan het tweede programma dat je nodig hebt, is dus DemonTools Lite. En opnieuw ga je gewoon naar Google. Kom maar, even terug. Dus DemonTools, voilà, het staat er zelfs al in bij mij. DemonTools, hier het tweede. Het eerste is is eigenlijk onmiddellijk, maar dit is gewoon de officiële downloads. Je gaat hier dus een heleboel verschillende downloads zien staan. En je moet zoeken naar de download waarbij staat free. Hier dus DemonTools Lite 4. Je downloadt dat en je voert dat uit. Nu, bij de installatie van deze twee programma's moet je wel opletten. Niet zomaar op volgende duwen. Nee, want er zit in de installatieprogramma's een paar dingen verstopt, zo van die advertenties om je iets aan te smeren. En als je op volgende duwt, gaat hij een of ander programma installeren dat je niet wil installeren en zo. Dus goed opletten, soms een keer op skip duwen, op overslaan, gewoon zeggen van nee, dat komt er bij mij niet in. Het, oké. Dus als je die twee programma's hebt geïnstalleerd en uitgevoerd, dan ga je weer naar je internetbrowser. Waarom heb ik het dicht gedaan? En dan zoek je naar torrents. Oké, het eerste heel simpel, torrents.eu, oké. En dan heb je gewoon hier deze bar. En wat typ je in? Je typt in kinderspellen, spatie, dvd 2. Zo, allemaal kleine letters, en op zoek. En dan ga je normaal zien dat hij één torrent heeft gevonden. Dat hierboven, dat zijn allemaal
Virussen en wat allemaal dingen. Je moet hier deze doen. Dus onder 1 torrent. Deze, voilà. Dan gaat hij je vragen langs welke website je dit wilt downloaden. Ik neem meestal hier Kickass. Ja. En dan doe je gewoon op hier bij dat kroontje download torrent. Dan gaan er weer vervelende pop-ups komen dat ik niet wil. Dus bestand opslaan. Of nee, eigenlijk niet. Direct openen met, als je dat kunt, dit is natuurlijk Mozilla Firefox, maar je kunt het ook eerst opslaan, maar ik ga het nu direct openen met uTorrent. Dat is gemakkelijker. Ja, dan heb ik natuurlijk een probleem, want die staat al in de lijst. Nee. Goh. Ja, ik kan natuurlijk niet... wel, we kunnen hem natuurlijk verwijderen. Ja. Dus we gaan het nog eens opnieuw doen. Dus heeft hij dat nu gedownload? Ja, doe maar nog eens opnieuw. Oké, dus dan krijg je normaal gezien dit scherm. En nu gaat hij je vragen om deze torrent op te slaan. Ik ga hem op, dus je... Wacht even, even terug, niet te vlug. Dus je drukt op dit pictogram. En nu kun je kiezen waar je uw kinderspellen DVD-file gaat opslaan. Ik heb hem opgeslaan in... speciaal moet dat zijn, want dat is een typfout. Nu, ik heb het wel al, dus ik ga het gewoon opslaan op mijn bureaublad. Hier in deze map. Map selecteren. Oké, blijf maar van al de rest af. En gewoon doen op oké. En dan gaat hij verbinden met Peers en gaat hij het downloaden. Nu, ik ga dat hier verwijderen. Ja, het staat er al. Dat downloaden kan een tijdje duren. Want, ja, ik weet het niet waarom, maar dat duurt wel een tijdje. Nu, als die klaar is, is dat in orde. Goed. Dus, wees er zeker van dat je weet in welke map je de torrent hebt opgeslagen. Dan open je Demon Tools Lite. Nu, Demon Tools Lite zal tijdens de installatie komen zeggen, apparaat stuurprogramma installeren. Dat is doodnormaal, geen schrik hebben, dat is nodig. In feite, wat Demon Tools doet, is het gaat dus bestanden mounten, zogenaamd mounten. En dat betekent eigenlijk dat hij uw computer gaat doen geloven dat er een CD in de computer werd gestoken. En dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dus hier zie je, hier staat het al. Doe dat weg. Hier staat het al. Dus als je dat nog niet hebt, wat dat natuurlijk normaal zal zijn, druk hier op bestand toevoegen. Ga je naar uw map waar de video is opgeslagen. En dan druk je daarop. En dan zie je dus kinderspellen DVD erin staan. En ja, nu normaal gezien zou niet alleen dit daarin mogen staan. Als ik even naar mijn mapke speciaal ga. Dit is eigenlijk hetgeen dat er zou moeten instaan in deze map. Tenzij dat de torrent al veranderd is op het moment dat je dit aan het bekijken bent. Dat kan natuurlijk ook. In ieder geval, in mij, om een of andere reden staat bij mij het er niet allemaal op. Dus dat kan dat die veranderd is. Maakt niet uit. Dus je moet sowieso het ISO-bestand nemen. Dus als er meerdere bestanden in staan die elk dezelfde naam hebben en zo'n tekentje, moet je het ISO-bestand nemen. Heel belangrijk. Oké, dus als je dat doet, dus je doet dan op openen, dan gaat dat hier staan. Ja, dus nog niet daar, maar hier. Met dat speciaal icoontje. En wat je dan doet, is je drukt daarop en je drukt op dit, de groene play-knop. Ja. Dan gaat hij dus mounten. Dus zoals ik al heb gezegd, gaat hij je computer doen geloven dat er een CD-ROM in je computer zit. En voilà, automatisch afspelen. Dus hier kun je nu twee manieren doen. Oftewel, doe je start EXE of map en bestanden weergeven. Nu, als je dit al meerdere keren gedaan hebt, raad ik je aan om map en bestanden weer te geven. Maar als dit de eerste keer is, gaan we gewoon die start.exe uitvoeren. En voilà! Kijk eens hier. Alle spelletjes van Freddy Fish, nummer 1 tot nummer 5. Dan de 2 arcade, de 3 Pyjama Sams, de 1, 2, 3, 4, 5 Putputs en de 2 Spy Foxes en dan het geheim van Dracula. Eigenlijk, de kinderspellenserie op die website van Torrents heb je ook
kinderspellen, DVD 1, 3, denk ik. Dus in feite zijn dat denk ik alle spelletjes die denk ik door Transposia zijn uitgegeven in de tijd, want Het Geheim van Dracula is niet van Humongous Entertainment, maar is wel door Transposia uitgegeven. Dus dat zal dat zijn. Goed. Dus nu, ik heb al nummer 4 en nummer 5. Dus goed, wat hij doet is je drukt op installeren. Dus ik ga nummer 2 nemen. En nu even wachten. Dit gaat een paar seconden duren tegen dat hij de setup gaat opstarten. Feit denk ik dat hij twee keer moet duwen. Oké, en als hij nu komt zeggen, reageert niet. Geen paniek, dat is normaal. Als hij niet reageert, betekent dat in dit geval dat dat goed is. Zie, want nu komt die vraag aan. Wil je toestaan wijzigingen aan de computer aan te brengen? Ja, je gaat dus de setup runnen. Dus, welkom bij het installatieprogramma van Freddy Fish 2. Het mysterie van de spelken op schaal. Dus je doet, wat is dat nu weer? Oh, je hebt het twee keer gedaan. Nou. Sorry. Dus je drukt op volgende. Dus hij gaat dus niets veranderen. Volgende. Maak snel koppeling aan een bureaublad. Altijd handig, want ik weet ja niet waarin dat de map staat. Dus maak snel koppeling aan. Volgende en installeren. En dan gaat het normaal gezien redelijk rap moeten gaan. En hij zal Freddy Fish 2 dus in dit geval op je computer installeren. En bijna. Ja. Goed. We gaan dat nog niet opstarten. Nog eventjes wachten. Want even verkleinen. Nu ga je zien dat er hier iets raars mee is. Maar we gaan eerst dus zeggen. Als je dus het meerdere keren doet. Dus de tweede manier is. Kijk. Je kunt eigenlijk gewoon. Denk ik hier dubbel klikken. En dan gaat hij het automatisch mounten. Ja. Oké, goed. Dus als je dat meerdere keer doet. En dan, map en bestanden weergeven. Ik raad dit aan voor het meerdere keer, als je dit meerdere keer hebt gedaan. Want kijk, hier staan nu gewoon alle spelletjes. En als je op een van die klikt, kom je gewoon bij de setup. Moet je daarop dubbelklikken en hij start het meteen. Dus het gaat veel sneller. Want bij dat hoofdscherm moet je op installeren drukken. Dan duurt dat een tijdje. Dus gewoon map en bestanden weergeven is voldoende. Dus gaat zien, overal staat er gewoon setup. Geen andere files, gewoon setup, toepassing. Oké. Goed. Oké. En dat is eigenlijk hetgeen. Ja, je hebt het spelletje. Goed. Op het einde, als je wilt bewijs wilt hebben dat het werkt, wacht even tot op het einde van de video. Dan ga ik Pyjama Sam opstarten. Maar, er is nog iets heel belangrijks. Echt heel belangrijk dat je moet weten. En dat is vooral voor de gebruikers van een 64-bit besturingssysteem. Kijk, Windows heeft een 32-bit versie en een 64-bit versie. Wat is het verschil tussen die twee? Heel simpel, de 64-bit kan gewoon meer gegevens verwerken en ook veel sneller gegevens verwerken. Ja? Dus het begon vroeger met 8-bit. Dan is het opgegaan naar 16-bit, 32 en nu 64. Ja? In de tijd van Humongous Entertainment werkten de spelletjes op 16-bit. Ja? Nu, het probleem is dat sommige 32-bit spellen niet zullen werken op 64-bit spellen. Computers, sorry. Ik heb geen idee waarom. Ik ben geen computergenie en het interesseert me eigenlijk ook niet. Het punt is, het zal niet werken. Kijk, als ik nu op Freddy Fish duw, gaat hij zeggen, hola, de versie van dit bestand is niet compatibel met de Windows-versie die wordt uitgevoerd. Controleer de systeeminformatie van uw computer of u een 32-bit of 64-bit versie van het programma nodig hebt. Ja? Dus, ja. Dat is dus een probleem. Dat gaat dus niet werken. Doe me toch. Goed. Hoe kun je nu weten of je een 64-bit computer hebt? Heel simpel. Je gaat naar start, computer, rechtermuisknop, eigenschappen. Nee, sorry, niet eigenschappen. Systeemeigenschappen daarboven. En hier zeg je type systeem 64-bit besturingssysteem. Oké? Als je besturingssysteem 64-bit is, wil dat zeggen dat Freddy Fish 1, 2, 3, Pyjama Sam 1 en 2, en Spy Fox 1 en Dracula, dus dat zijn er 7 spelletjes, van al die dat daarop staan, gaan niet
werken als je een 64-bits computer hebt? En nu zeg je, ho, miljarden. Maar geen paniek, ik heb een oplossing. Dus wacht, hè. Hoe kun je nu weten van of het gaat werken of niet? Heel simpel. Als het spel een icoontje heeft, zoals hier Pyjama Sam, Freddy Fish en hier Spy Fox. Als het zo'n icoontje heeft, wil dat zeggen van, oké, het gaat lukken. Als het een icoontje heeft zoals dit hier, dus ja, like een minischerm, dan wil dat zeggen, nee, het gaat niet lukken, de versie is niet compatibel. Ja, goed. Wat hij dan doet is het volgende. Het is een lastig proces, beetje ambetant, maar ik zal proberen het zo goed mogelijk uit te leggen. Het eerste wat je doet is een map maken. Ik heb hier een map Old Games. Allee. En hierin zitten al mijn de spelletjes, wel niet allemaal, maar een paar van de spelletjes die niet werken met 64-bit versies. Goed. Dus wat hij nu doet is een nieuwe map aanmaken. In dit geval ga ik hem Freddy Fish 2 noemen. Als ik natuurlijk kan typen. Voilà. Goed, nieuwe map. Even verkleinen. Even pauzeren, want ik zit ver aan met 10 minuten. Oké. Dus wat je dan doet is, je gaat hier rechtermuisknop bestandslocatie openen. Oké. En dan krijg je dus heel deze boel. Oké. Het is nu heel belangrijk dat je alle bestanden selecteert. En echt alle bestanden. Ja? Geen overlaten omdat je denkt, wop, dat is niet belangrijk. Nee, alle bestanden selecteren. Dan druk je rechts, kopiëren, verkleinen. Je opent je map van Freddy Fish of hoe je het ook hebt genoemd. En je gaat dit plakken. Oké? Dus nu staan alle bestanden die in deze bestandslocatie staan. Die staan nu ook hier. In het mapje van Freddy Fish. Ja, oké. Hetzelfde. Dit mag verkleinen. Dit mag dicht. En dan ga je in feite gewoon het programma terug verwijderen. En waarom eigenlijk? Omdat je anders twee keer Freddy Fish hebben staan op je computer. Nu, het zal ook wel werken. Maar wat is het nut van twee keer hetzelfde programma te staan op je computer? Dus hier staat het, Freddy Fish, verwijderen. Zie, uitgeven, transpose, ja. Staat erbij. Ja, dat gaat eigenlijk ongelooflijk snel. Bijna direct, hup, en het is weg. Dus dat is redelijk handig. Goed, we gaan terug naar ons mapje. En wat hij nu doet is, ik ga even iets zoeken. Details, tegels. Lijst, kleine video. Oh, hallo. Nee. Er zou hier ergens een optie moeten zijn waarbij dat je de extensies van de bestanden labels, titel, meer, extensies. Zat het erbij? Achtervoegsel? Is dat het? Wacht, even kijken bij E. Nee. Ja, my vent. We kunnen hier allemaal bij zetten. Ja, dat is natuurlijk niet. Weg ermee. Goed. Enfin. Als je dus niet zoals ik weet, uw extensies, hoe dat je dat doet, kijk naar het type. We zoeken naar de naam van het spel. In dit geval zie je dat er veel bestanden Freddy 2 genoemd worden. Dus dat is het makkelijkste bestand, wat niet makkelijkste, het hoofdbestand zal ik zeggen. Freddy, oké. Dan zoek je naar dus de gelijkaardige naam Freddy 2 in dit geval, de toepassing. Ja, heel belangrijk. Je moet de toepassing hebben. Er zijn hier meerdere toepassingen. Bijvoorbeeld, dit is ook een toepassing. Dit is ook een toepassing. Dit is ook een toepassing. Nee, je moet dus diegene zoeken die de naam van het spel in de naam zelf heeft staan. Ja? En het moet dus altijd een toepassing. Dus wat je doet is rechtermuisknop verwijderen. Ja? Dus je doet dat weg. Geen paniek. Oké? En wat je dan doet is
Je gaat hier zoeken naar het W32-bestand. Je gaat daarvan de naam wijzigen en nu opletten, je moet de extensie veranderen. Dus het gedeelte dat na de punt komt. In dit geval doe je dus die W32 weg en verander je dat door EXE. Enter. Dan gaat hij komen zeggen, wanneer je de extensie wijzigt, wordt het bestand mogelijk onbruikbaar. Wilt u de extensie toch wijzigen? Ja. En dan ga je zien dat het icoontje is veranderd naar... dus het is een toepassing geworden en het is nu Freddy 2. En normaal gezien zou dat dus moeten werken. Dus normaal gezien zou dat nu moeten werken en we gaan dat onmiddellijk eens uittesten. Momentje. Oké, gasten. Ik heb dus Freddy Fish opgestart en ik heb gemerkt dat het spel zich in een klein scherm afspeelt. Nu, dit probleem zou je normaal gezien niet mogen krijgen. Dit is eigenlijk het enige spel, samen met Pyjama Sam 1, waarin ik het probleem heb gehad van het begint zich af te spelen in een klein scherm. Nu, ik weet dat dit probleem zich eventueel kan voordoen bij andere spellen. Hangt een beetje af van computer tot computer. Maar hoe kun je dit eigenlijk oplossen? Heel simpel, door dus dat toepassingsbestand te nemen. Dit is dus eigenlijk ook het bestand waar je heel de tijd op moet klikken om het spel op te starten. Je kunt hier eigenlijk ook een snelkoppeling naar maken door ze te kopiëren naar het bureaublad. En dan heb je eigenlijk een snelkoppeling direct ernaartoe. Maar ik heb dat niet gemaakt. Goed. Dus hoe los je het probleem van het te kleine scherm? Je klikt op je rechtermuisknop. Je gaat naar eigenschappen. En dan ga je naar hier compatibiliteit. Compatibiliteit, dat is eigenlijk dat Windows, dat programma, in dit geval eigenlijk enkel maar de toepassing, gaat laten draaien in de omgeving van de oude Windows-versie, namelijk in dit geval Windows XP. Maar je hebt ook nog Windows 95 en zelfs Windows 7 en niet moeilijk. Hè? maar goed. Nu, misschien zit je nu te denken van, jongens, zei hij, kunnen we dat niet meteen zeggen? Misschien werkt dat wel. Wel, nee. Compatibiliteit werkt niet. Zeker niet bij 32, 64-bit problemen. Maar het werkt ook nooit bij andere spellen. Geloof mij, ik heb al geprobeerd oude spelletjes te laten werken op mijn computer door middel van compatibiliteitsmodus. De spelletjes waarbij dat er niet op kwam, is niet compatibel met 64-bit. Maar die gewoon niet werkten om andere redenen. En dus heb ik gezegd, oké, compatibiliteitsmodus, maar dat werkt dus niet. Ik weet ook niet waarom, maar dit is ook niet 100%. Feilloos, want als je dit aanvinkt, dit programma speelt zich niet af in Windows XP, het is nog altijd Windows 7 of 8 die op je computer staat en niet Windows XP. Dus ja, goed. Maar dat terzijde, dus dit is optioneel. Ik doe dit om, voor te zorgen dat hij niet plotseling crasht ofzo. Ik weet het niet, een beetje uit veiligheid. Ik doe dit niet bij alle spellen hoor. Enkel bij spellen waar ik compatibiliteit gebruik. Goed, dus je wilt dit aanvinken. Beeldschermresolutie 640x480. Ja. Dus als je dat aanvinkt, op toepassen drukt en dan op oké. En je start het spel op, ga je zien dat het nu in groot scherm zal worden uitgespeeld. Hij gaat u ook vragen om het programma toe te staan wijzigingen aan de computer aan te brengen. Dit is perfect normaal als je die compatibiliteit hebt ingeschakeld. Bij andere spellen zou dit niet mogen verschijnen. Dus je drukt op ja. En voilà, c'est. We zijn in Freddy Fish. Voilà, momentje. Want ik weet... gewoon... Even, is die nog bezig met opnemen? Ja. Sorry hoor. Zal hier nu waarschijnlijk wat beeldverandering gebeurd zijn, maar... goed, nu ben ik er tenminste zeker van dat hij weer op vol scherm filmt. Hopelijk. Goed. Oké. Dus. Weet je wat? Ik ga het eigenlijk eens controleren, een momentje. Oké, vals alarm, alles in orde. Goed. Dus, Dat is eigenlijk... alles hier.
Dus je weet hoe je de spelletjes moet downloaden, hoe je ze moet installeren en hoe je ze moet aanpassen wanneer ze niet compatibel zijn met een 64-bit versie. Dus nogmaals, ik herhaal, dit probleem waarbij dat je dus dat W32 bestand moet aanpassen, komt enkel voor bij mensen die een 64-bit computer hebben. En nogmaals, als je niet weet of jij een 64-bit computer hebt, ga je naar computer, systeemeigenschappen en bij type systeem hier, ja, waar dan mijn pijl is, moet er staan 64 of 32 bits besturingssysteem. Als er 32 bits besturingssysteem staat bij u, zouden die spelletjes normaal gezien moeten werken. Ja, als dat niet zo is, wel, dan weet ik ook niet wat er scheelt, want ik heb geen 32 bits versie. Nu, normaal gezien, elke nieuwe versie van Windows wordt zowel met 32 bit als 64 bit verkocht, omdat de meeste computers eigenlijk al 64-bit zijn. We hebben er nog altijd die 32-bit zijn. Voor meer informatie over 64 of 32-bit moet je maar eens googlen of YouTube of op YouTube zoeken. Je vindt er genoeg informatie. Goed. Nu, wat moet ik nog zeggen? Ja, natuurlijk met het feit dat ik deze video opnieuw heb moeten filmen omdat de scherm niet goed was. Weet ik niet meer of dat ik dat al gezegd heb, maar voor de veiligheid toch nog een keer zeggen. Deze truc die ik dus nu heb gebruikt, is enkel, kan je dus enkel gebruiken bij spellen van Humongous Entertainment. Bij andere spellen waarbij je dus een probleem hebt van niet compatibel met 64-bit, gaat dit niet werken. Ik heb het al eens geprobeerd met het geheim van Dracula daar. Maar dat gaat niet, omdat dat spel simpelweg geen W32 bestand heeft. Ja, dus deze truc werkt enkel bij spellen van Humongous Entertainment. Ja, als je nu zegt van, ja maar ja, ik wil per se nog een keer dat spel spelen, wel, dan vrees ik dat je gaat moeten kijken om een heel goedkope laptop of zo te kopen met een 32-bit besturingssysteem. Je kunt natuurlijk ook uw Windows-systeem veranderen en een 32-bit versie kopen, maar ja, dat is eigenlijk ook redelijk duur, ik weet het, maar waarschijnlijk minder duur dan uw computer. Maar uw besturingssysteem veranderen betekent dat je het gevaar hebt dat sommige andere spellen en applicaties die je gedownload hebt voor 64-bit niet meer gaan werken, want je computer werkt nu op 32-bit. Dus ja, het is, ja, een beetje persoonlijke keuze en ik zou je aanraden om je zeker goed te laten informeren als je iets dergelijks zou willen doen. En dan nog het laatste iets dat ik zou moeten zeggen is gewoon voor de eerlijkheid. Ik heb deze trucken dus, of technieken niet zelf gevonden. Ik ga daarin eerlijk zijn, ik heb zelf gezocht op YouTube en een video gevonden waarin dit werd uitgelegd. Maar ik wil dit gewoon helpen verspreiden, ja, dat meerdere mensen kunnen zien dat er wel degelijk een techniek mogelijk is om je programma's te redden. En dat je dus ja, niet moet wanhopen. Goed, dat zal het zijn voor deze video. Ik bedank je voor het kijken. Een like wordt altijd geapprecieerd. Abonneer jezelf op mijn kanaal voor meer video's. En ik zie je in een andere video. Bye bye.